Democratiefestival Grondvest, toch weer terug naar eerdere flop. Voormalig wethouder Nijmegen wordt nieuwe burgemeester van Wijchen. En weerbaarheidstraining in de week tegen pesten. Dit is het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 30 september. Vrijdag werd in het centrum van Nijmegen het festival Grondvest georganiseerd. Dit is een democratiefestival dat eens per jaar plaatsvindt. Hier kunnen mensen bij elkaar komen om te praten, stil te staan, te reflecteren en te delen over democratie. Grondvest heeft zich tot doel gesteld om op deze twee dagen eigenlijk twee verschillende groepen mensen met elkaar in contact te brengen. Dat is enerzijds de mensen die werken in de democratie. En anderzijds de mensen die denken, maar ik word helemaal niet gezien of gehoord, maar ik maak er wel onderdeel van uit en ik wil er wat meer van weten. En vandaag en morgen zijn op meer dan 6 locaties in de stad en ook buiten, er zijn rondleidingen, zijn allemaal debatten, lezingen, workshops, theatervoorstellingen. Joris Luijendijk, Even Rovers, een theatervoorstelling van de Stokerij, maar ook films, een rondleiding in de martelkerkers van het stadhuis. Het is te veel om op te noemen. De eerste editie van het Grondvest was niet zo'n groot succes. Er werd een kapitaal gestoken in de organisatie, maar bezoekers bleven uit en het werd vooral bestempeld als een bobofeestje. Toch keert het evenement nu terug. De eerste editie van Grondvest ben ik zelf niet bij geweest. En ik heb gehoord dat dat op zich wel inhoudelijk goed in elkaar zat. Maar de beeldvorming was dat het een heel duur feestje voor een kleine groep mensen was. En daar willen we nu vanaf, want we vinden wel dat we een plek moeten hebben in Nederland om te praten en na te denken en te bouwen aan democratie. Grondvest is vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen ontstaan. Die ondersteunen het. En in de Raad van Nijmegen is er heel goed besproken, ik zou bijna zeggen in heel veel zorgvuldigheid besproken, gaat het nu wel goed? Is het niet weer heel veel geld voor een kleine groep mensen? En uiteindelijk hebben ze gezegd, ja, we vinden in het belang van democratie dat het toch weer de kans moet krijgen. Het is te belangrijk. Wij pakken Grondvest dit keer anders aan, doordat we voor twee verschillende publieksgroepen nu programmeren. Dus enerzijds voor de mensen die werken in de democratie en anderzijds voor mensen die zich niet gehoord en gezien worden. En dat is echt heel anders. En het is niet op het eiland, maar het is in de binnenstad. Dus wat makkelijker, wat minder drempels om binnen te komen. Na afloop van het Grondvestfestival gaat er bepaald worden of er nog een volgende editie mag komen. Dat hangt af van de reacties. Dat de thema's van Grondvest ook bij jongeren al spelen, bewijst Lars Westra. Hij is 15 jaar oud en houdt zich sinds zijn 9e al bezig met kinderrechten. Hij strijdt op dit moment om het stemrecht van 18 naar 16 jaar te krijgen, zodat jongeren ook hun stem kunnen laten horen. Op Grondvest was hij ook aanwezig om zijn ideeën aan de man te brengen. Nou, ik zet me in voor kinderrechten en dan eigenlijk het recht op een stem, dus dat kinderen mee mogen praten in de politiek. Het recht op een toekomst, dus dat ja, de politiek ervoor zorgt dat wij ook gewoon nog een toekomst hebben en een aarde hebben om op te leven. En dat ze beseffen dat hun beslissingen gevolgen hebben voor volgende generaties. En tenslotte voor het recht op een kans, dus dat elk kind dezelfde kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Zelf voert hij verschillende acties uit om gehoord te worden. Nou, ik doe verschillende acties. Zo schreef ik een boek, Ons Recht. En maakte ik een podcast, Kindervisie de podcast. En ook spreek ik heel veel, zoals hier op het Grondvest. Waar ik ook mijn eigen nieuwe actie mag lanceren. Ik wil een stem. Kinderen kunnen onder de 18 kunnen allemaal een kaartje sturen naar de minister. Waarin ze oproepen dat de stemrechtleeftijd, dus de leeftijd waarop je mag stemmen, dat die verlaagd moet worden van 18 naar 16. Ik wil dat de stemrecht naar 16 gaat, omdat ik vind dat kinderen ook een stem moeten hebben in de politiek. De politiek maakt beslissingen over ons, maar praat niet met ons. En ja, hun beslissingen hebben heel erg veel gevolgen voor ons leven. En wij hebben daar geen stem in. En als je een hele bevolkingsgroep uitsluit, ja, dan is het eigenlijk gewoon discriminatie. Westra is niet zo bang dat het stemrecht voor wat jongere mensen een slechte impact zal hebben. Nou, ik denk dat sowieso politici in begrijpelijkere taal gaan praten, omdat ze ook kinderen moeten bereiken. Dat is natuurlijk ook voor veel volwassenen is dat goed nieuws. En waarschijnlijk zal er ook meer aandacht zijn voor onderwijs, voor klimaat, misschien voor de woningmarkt of discriminatie. En als je kijkt naar scholierenverkiezingen, dus wat de afgelopen jaren al is gebeurd, dat geeft wel aan dat jongeren radicaler stemmen. Dus waarschijnlijk zullen de partijen aan de uiteindes van het spectrum zullen die groeien. Renske Helmar Engelenbert is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Wijchen.
De 52-jarige Nijmeegse was recent nog waarnemend burgemeester van de gemeente Voorst. Daarvoor was ze ruim 6 jaar wethouder van de gemeente Nijmegen. De aanbeveling voor Helmer als burgemeester gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en naar de koning. De gemeenteraad hoopt haar op 18 november te kunnen installeren. Zondagmiddag speelt NEC in de Goffert tegen Feyenoord. Op papier een lastige wedstrijd tegen een goed draaiend Feyenoord. Voor NEC is het belangrijk om weer eens te winnen. Maar ben je als NEC dan kansloos tegen Feyenoord? We vroegen het aan trainer Rogier Meijer. Nou, we zullen denk ik heel goed moeten zijn om van Feyenoord te winnen. Feyenoord heeft 1 keer verloren, dat is van PSV. Ik denk dat over het algemeen wel bekend is hoe Feyenoord op dit moment speelt, met veel druk. Wat andere type spelers dan ze de voorgaande jaren hadden, wat meer vaardige spelers. Maar wij zullen een heel goed plan moeten hebben, daar zijn we mee aan de slag gegaan. We zullen als team heel goed moeten spelen en eigenlijk zou iedereen op de toppen van zijn kunnen moeten spelen om voor Feyenoord te winnen. Maar als je dat doet, ligt er ook ruimte om te voetballen, krijg je ook ruimte in de rug bij Feyenoord. En ja, voordat we daar zijn, zullen we denk ik wel top moeten zijn. In het Vondelpark in Nijmegen tegenover het ROC is een nieuwe beweegroute geopend. De route van 2,5 kilometer, die grotendeels door Bottendaal loopt, is een zogeheten QR-fit-route. Dat is een initiatief van het ROC Nijmegen in samenwerking met de gemeente. Het doel is simpel: mensen op een makkelijke manier meer laten bewegen. Laten we met z'n allen aftellen om de eerste paal hier tegenover ROC Nijmegen te onthullen. 3, 2, 1, Wij hebben samengewerkt met Startup Nijmegen. Daar zitten de jongens, de succesvolle jongens van QR-fit. En we wilden graag samen zorgen voor een gezonder Nijmegen. Die app zit zo in elkaar, makkelijker kan eigenlijk niet. Je hoeft alleen maar een telefoon te hebben die een QR-code kan scannen. Dan krijg je van alles in beeld en dat wijst zich helemaal vanzelf. Je krijgt oefeningen aangeboden die van simpel naar heel zwaar gaan. Dus je kunt het makkelijk of moeilijk maken voor jezelf. Ja, we hebben de app ontwikkeld zodat het makkelijk te gebruiken is voor jong tot oud. De app neemt je eigenlijk mee in de verschillende routes die wij hier in Nijmegen hebben staan. Daarbij kan je een route aanklikken, kan je een code scannen. En het is ook een digitaal middel dat wij nu kunnen doorbouwen zodat het ook future-proof is. Wie denkt dat de oefeningen snel gaan vervelen, heeft het mis. Het is namelijk niet zo dat je telkens dezelfde oefeningen op dezelfde locatie krijgt. Het is een systeem van oefeningen van ongeveer 100 oefeningen tot nu toe. Dat willen we uitbreiden naar 1000 oefeningen eind van volgend jaar. Zodat je veel meer variatie hebt in de oefeningen die je krijgt. En daarbij roleert niet alleen de oefening, maar ook de oefeningtype. Dus stel, we krijgen hier vandaag bij het paaltje van ROC een push-up. Dan krijgen we morgen dus een hele andere oefening met een hele andere spiergroep. Dat dit paaltje toevallig voor een school staat, wil niet zeggen dat het alleen voor jongeren is. De app zou voor iedereen te gebruiken moeten zijn en dat moet het juist laagdrempelig maken om te gaan bewegen. Ja, het is een hele laagdrempelige app die iedereen eigenlijk moet downloaden en gewoon moet gaan gebruiken. Het is de gratis sportmogelijkheid voor iedereen met de personal trainer in je broekzak, dus waarom zou je het niet gebruiken? Ik hoop met heel mijn hart dat onze studenten en onze medewerkers meer de neiging hebben om in hun pauzes naar buiten te gaan. En dan niet alleen te gaan zitten buiten, maar ook in beweging te gaan, want het is laagdrempelig, dus voor iedereen mogelijk. Deze week was het de week tegen pesten. Er wordt extra aandacht gegeven aan het tegengaan van pesten op scholen. Zo gaat Hein van Brussel bijvoorbeeld scholen langs om weerbaarheidstraining te geven. We keken een dagje met hem mee. Degene die achter jou komen, helpt om wel voorbij te kunnen. Op elke school is er pestgedrag. En de kinderen die gepest worden, die hebben daaronder te lijden. Achterstand met leren, achterstand met omgaan met kinderen. Je ziet ze op een andere manier in de groep zitten. En ja, die nemen het mee naar huis en die nemen het uiteindelijk weer mee naar school. Kinderen kunnen dan niet zo goed functioneren als dat ze normaal kunnen. Vroeger heeft Hein zelf ook te maken gehad met pestgedrag. Ik heb het allemaal over me heen gehad. Ze hebben me geslagen, schop, bespuugd, noem maar op. En uiteindelijk ben ik aan het trainen gegaan, vechtsporttraining. Dat is de reden geweest dat hij weerbaarheidstraining geeft op school. Maar wat wordt er precies gedaan? In de cursus behandelen we het stukje stevig staan in je schoenen. Leren respect voor elkaar te hebben. Omgaan met pestgedrag. Dus als jij het ziet, durven zeggen tegen een ander: hey, waarom doe je dat? Of dat moet je niet doen. Wat vinden de kinderen zelf van de week tegen pesten? Het is wel belangrijk dat mensen niet worden gepest. Omdat dat kan heel gevoelig zijn. En dat gaat met de rest van je leven mee. Ik vind dat wel goed voor kinderen die worden gepest. Kinderen kunnen geholpen worden en niet meer gepest worden. Ik vind het wel leuk dat ze dat doen tegen pesten. Ik leg ze vooral uit wat de bedoeling is van de lessen. En dan ga ik de vragen stellen.
En aan de hand van de vragen, dan zie je meteen de karakters van bepaalde kinderen die er bovenuit steken. Nou, en aan de hand van wat er op me afkomt, pas ik de lessen aan, waardoor alles wat er in zo'n groep speelt, uiteindelijk in de lessen behandeld wordt. Hij hoopt door middel van de trainingen te bereiken dat... niet alleen wat wij draaien, maar ook alles wat er op scholen gedaan kan worden... ingezet wordt om ervoor te zorgen dat het pestgedrag, het zal nooit lukken, maar dat het pestgedrag naar een nul niveau komt. Dat er geen pesten meer voorkomt. Dat zou mooi zijn. Als je dit soort plaatjes ziet, zoals vanochtend in de Betuwe, dan wil je dat het eigenlijk het hele jaar door herfst is. Schitterende zonsopkomst door de nodige mistbanken heen. Helaas heeft de herfst ook een andere kant. En dat gaan we vooral morgen flink merken. Ja, vrijdagavond trekt er al een regengebied het westen van het land binnen. Morgenochtend trekt de regen dan weg richting het oosten van het land. Daarna houden we een mix van buien en zon. Tegen de avond zal het vervolgens weer wat gaan opklaren. Ja, ook in onze regio is het morgen wisselvallig. Helaas hebben wij het langst te maken met die buien. De wind is matig, maar de temperatuur valt mee, zo'n 17 graden. Zondag zal het ook nog wat wisselvallig zijn, maar het aantal buien wordt dan al wat minder. Maandag zal de kans op buien vervolgens minimaal zijn en hebben we vooral te maken met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt dan zelfs 19, misschien zelfs lokaal wel 20 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Zometeen zie je onze NEC-update met daarin de vooruitblik op de wedstrijd van zondag. Morgen zijn we er weer met de hoogtepunt van afgelopen week in het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. En het laatste nieuws volg je natuurlijk 24/7 op onze website en via de RN7-app. Een fijn weekend!